Nee, dat is geen moeder. Dat is Star. Mama, hij loopt. Star! Ja. Star! 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 Staartje, kom! Hier ben ik. Staartje, kom! Maar hoe moet ik ze pakken dat ze niet piepen? Gewoon onder zijn buikje door. Star! Staartje! Ik ben echt... Waarom kan ik een dekentje doen nou? Kijk, hij loopt. Hij doet zijn handen zo in elkaar. Ja, hij zit te wassen. Hij zit zichzelf te wassen. Maar de kooi is een beetje verschuift. Verschoven. Goed zo. Monster. Monster. Weet je dat hij zo naar boven kan lopen? En? Naar jou? Zo je schouder op. Zulke scherpe nageltjes heeft hij. Ik vind hem zo lief. Kan ik hem zo een beetje... Ik vind het nog een beetje eng als ze een beetje rond gaan lopen op mijn bed. Want ze kunnen natuurlijk overal in. En uit, omdat ze zichzelf een beetje klein kunnen. Maar ik denk als ze een weekje bij mij zijn, dat ze niet zoveel meer rondlopen. En dat ze... Moonstar! Nee, dat is Moon, Emma. Moonstar, dit is toch Moon? Oh ja. Star. Ik vind Moonstar heel erg goed bij elkaar passen, omdat het een beetje, zeg maar, vaak een beetje Moon en Star. Ik ben er nu meer gewend, omdat je moet ze niet zo heel stevig vasthouden. Heb ik het gooitje gevonden? Kom. Ik ben zo blij dat ik doe het even. Ik heb het even dicht gedaan, anders loopt die andere weg. Nou, kijk, ze zijn nog niet echt gebeurd. Moet je op je rug? Startje, blijf even. Vieze oude dikzak. Vieze oude dikzak. Wat moet je zeggen aan... Stinker? Ik heb tegen juf Rika gezegd dat jij twee ratten krijgt en tegen juf Monika dat jij twee ratten krijgt. Wat zeiden ze? Ik wil dat hij... Ik ga hem nu dan maken dat hij een beetje bij mij moet blijven. Dus als ik hem pak, dan ik krijg vanavond de snoepjes en dan ga ik ook nu een beetje met eten... Bennen, moet maar ik, even pakken, dat ik kan deze karakter wel een beetje zeggen. Kijk, hij wordt heel kroelerig. Je kan hem pakken wel goed, maar hij blijft niet heel goed zitten. Nee, hij blijft niet heel goed zitten. En vanavond ga ik ook heel erg goed trainen van dat ze moeten blijven zitten. Die andere is daar wel, maar deze is het iets lastiger. Kijk, nu blijft die zitten. Heel goed. Thuis. Gelukkig van mij. Welkom thuis. Hoe die welkom dingen. Heeft hij wel rustig, hè? Ja. Hij moest even snuffelen. Overal. Maar die andere is nog een beetje een wegloper. Nee. Jawel. Nee. Die andere blijft een beetje. Evi, wist je dat je de poep moet doen? Deze ook. Maar ik heb het niet zo gelijmd. Nee hoor. Oh ja, daar heb je nog schaat. Schaat? Ik pak een lepel. Nee! Voor wat? Lepel kapot is kapot. Nee joh. Dit kunnen ze trouwens ook helemaal kapot knagen. Oh. Dat doen ze vaak zelf. Dat laat ik ze ook zelf doen. Dit! En dat kooitje ga ik denk een beetje naar beneden, want ik ben er niet goed bij. Ik heb hem al iets naar beneden gedaan. Nee, hij hoort nog naar beneden, want zo hebben we hem. Ik heb hem nog meer, ik heb hem naar beneden gedaan. Hè. Weet je hoe ik hem kan trainen om op mijn nek blijven zitten? Dat ding om mijn nek zitten. Welk ding? Dat ook een ging beetje. Oma voorin of achterin? Oma ging voorin. Jimmy, hij doet niks. Ik ben nu wel gewend. Ben ik nooit meer alleen. Jawel. Ratjes kunnen toch niet praten? Jamie. Je kan wel tegen die ratjes praten. Echt? Tuurlijk. Hoi ratje. Wil je een kusje geven? Nee. Je moet zelf een rat. Nu moet je zelf een rat. Wat kan ook een kusje geven? Heel raar.
Jamie wordt een rat. Jamie, jij wordt wel een rat. Echt? Ja. Waarom? Dat is niet hij blijft. Kijk, nu gaat hij weer een beetje lopen. Ga je lopen, schat? Ja, maar staan. Nee, hier blijven. Evie,